Helemaal niet meer. Tjoe, ja, we zijn er weer. Je moet er één schijfje los doen. Zo, nou die andere die is er ook weer. Nou ja, de ene keer dan gaat het als een speer natuurlijk, maar... Maar maakt niet uit allemaal. Het is momenteel 4 minuten voor het klokje van 3. Ron en Harry, nog eventjes gezellig hier aan de tafel. Onze Theo, onze Hanna ook hier in de studio aanwezig. Zeker. Helemaal leuk natuurlijk. Hè? Ja, helemaal goed natuurlijk. We gaan even een plaatje draaien van jullie. En dat gaan we eventjes doen. Met een heerlijke plaat vind ik het hoor. De Engelbert Humperdinck. Ja. Ja, dat is een hele mooie. Weet je wat het leuke van het verhaal is? Van die Engelbert Humperdinck medley. Dat ging vanaf het begin af aan. Hadden wij wat met die medley? Ik heb dat nummer gewoon. Ik ben heel brutaal wat dat betreft. Ik heb dat ding gewoon opgestuurd. Via naar zijn mail en via zijn website. En weet ik allemaal wat. Ik heb nog geen reactie terug. Maar ik ben wel benieuwd of ik reactie krijg eigenlijk. Ik heb zoiets van niet geschoten. Want dat mis ik bedoel. Ik heb het haar de volgende dag pas verteld. Ik denk, daar kan ik toch niet meer terug. Is die toch al weg? Ja, een klein beetje brutaliteit in het leven heb je nodig. Hè? Nou, kijk, het gekke is, om even terug te komen op onze cd-presentatie. Daar zijn we echt super trots op. Wij hebben Kees Plat, die bij ons op komt treden, 3 kwartier lang. Wij weten dat hij dat nooit doet. Hij zal op geen enkele cd-presentatie optreden. Net zoals zijn collega Mark van Veen, die onze Hoes CD, Flyer en Rolbanner heeft ontworpen. Hij heeft daar toch ook een plaatje... Hamer mee opgenomen. Ja, dat heet in ons strandcafé. Ja. Juist. Dat klopt. En Kees die heeft, waarom niet, we hebben toch al een cd-presentatie. 12 juli heeft Kees zijn cd-presentatie, waar wij ook bij aanwezig zijn. Zijn we uitgenodigd om daarbij aanwezig te mogen zijn. Dat vinden we ook een hele eer. Ja. Maar het is voor ons een hele grote eer om Kees te mogen ontvangen op onze cd-presentatie. En dat is buiten het feit omdat het een toffe collega is, een hele goede artiest is. Is het ook een hele leuke, spontane, eerlijke man waarmee je alle kanten op kunt. En die ook net zoveel waardering heeft voor de wat minder bekendere artiest. En dat ook niet onder stoelen of banken steekt. En het leuke van het verhaal is dat hij mij benaderde via Facebook privé. Of onze studio open stond voor hem voor zijn gitaarspel om partijen in te spelen. En toen had ik zoiets van, oeps. Want zo professioneel ben ik nou ook weer niet. En dat heb ik hem gewoon eerlijk uitgelegd. En daar kreeg ik een hele toffe, eerlijke reactie op terug. En sindsdien is dat contact alleen maar verbeterd. En wij worden binnenkort uitgenodigd. Het zal in de zomerperiode zijn. Om samen met Kees en Mark natuurlijk in Volendam, in Café Centraal, daar te mogen optreden. En ja, dat vinden wij al een hele eer. En op een of andere manier kijkt... Hij tegen ons op, maar wij nog meer tegen hem. Ja, okay. Maar die klik is er gewoon, dat werkt. Twee weken geleden zijn we er geweest. Hebben we Sylvia Smit gezien, John Doe. En het was allemaal één grote familie en het is superleuk. En daar gaat het om in die muziekwereld. Het is dus toch, als je daar bent, in de lokaliteit Volendam eigenlijk. Ja, ja. Dus toch allemaal hecht, hè? Het is, heel, het is een hele hechte gemeenschap. Maar het gekke is, als je waar je ook bent, of je nou in Groningen komt, of in Volendam bent, of in Lutjebroek, je moet jezelf blijven en je moet niet naast je schoenen gaan lopen. Want als je dat gaat doen, dan ben je gewoon uitgerangeerd. En als je respect en waardering hebt voor hetgeen wat een ander doet, en of dat nou privé is of in die muziekwereld, dan krijg je vanzelf, het duurt misschien even, maar je krijgt vanzelf die waardering terug. En dat ontbreekt en dat merken wij zoveel op optredens waar we komen. Bepaalde artiesten die hebben een kliekvorming. En die zeggen van, nou, hoe jij hier? Die vinden zichzelf zo goed. En dan beginnen ze ernaast te lopen. En dan gaan ze anderen aflopen. Ja. Puntje, puntje, puntje. Ja. En nee, oké, als het niet klinkt, jammer dan. Het duurt maar 3 minuten en al duurt het een half uur. Laat maar zien dat je beter kunt. Maar heb waardering en respect voor hetgeen wat een ander doet. Ja. En of het nou jouw muziekkeuze is of niet. Ja, als je het niet mooi vindt, dan doe je het en dan draai je die knop maar uit. Ja, dat is een ander verhaal. En dat ontbreekt in Nederland in deze wereld waar wij in zitten, in dat circuitje, daar ontbreekt het aan. En dan denk ik van, joh, vergeet niet, zoals met jullie zender, daar zijn wij afhankelijk van. Want de grote zenders draaien je toch niet. Dat is puur commercie. Ja, het is... En de kleintjes. Als ze geen geld aan je kunnen verdienen... Nee, dat is waar. Bedoel, ik, we zijn gisteravond bij Edwin Evers geweest. Met een optreden bij zijn band. Echt super. Ik heb zeer genoten. 2 uur en 3 kwartier non-stop knallen met die muik. Hou ik van. Maar ik zit er nou niet op te wachten dat ik met mijn hasjes bij 538 zit. Want dat is mijn insteek helemaal niet. Nee.
Nee, dat is, ja, maar dat is ook een ander. Hij zal me ook niet vragen. Daar gaat het ook helemaal niet okay, om. Maar ja, nee, ik begrijp je steek. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp je steek erin natuurlijk. Ja, de kleintjes, ja. Maar je hoort het al zoveel natuurlijk. Hè. Kijk, of jij nou 1000 luisteraars hebt of je hebt er 6, maakt geen donder uit. Die 6 luisteraars die onthouden bepaalde leuke dingen. En daar gaat het om. En dat, die mond-op-mond reclame is heel belangrijk. Ja, maar ook voor ons eigenlijk. Ja, ook voor jullie, precies. Kijk, zoals in onze omgeving gaan we toch altijd over. Hè? Je moet eens even gaan huisgen, want het klinkt gezellig natuurlijk. Hè? Ja, dat is wel, ja, ja, het is altijd. Kijk, als ik thuis ben, zeg ik wat anders. Nee, hoor, dat gek. Nee, maar. Nee, super. Nee. Hebben jullie nou nooit in de gedachte gehad om eigenlijk. Ja, eigenlijk is die antwoord al gegeven in de eerdere vraag. Om het levenslied echt te gaan zingen? Nee, kan ik heel kort. En dat is niet verkeerd bedoeld, echt begrijp me niet verkeerd. Maar dat is geen wat we net eigenlijk al zeiden van. We hebben al zoveel Dries Roelvinkjes, Jannes, Graddame, nou ja, noem ze maar op. Ja. Niks mis met die muziek, daar gaat het ook helemaal niet om, maar dat is echt ons ding niet. Nou, oké, dat is duidelijk. Hè? Wij houden wel van Nederlandstalig, maar dan heb ik het meer over. Nou, pak maar een leuke feestmedley van de Toppers, De Dijk. Een beetje Robin Heerzen. De leuke vrolijke. God, hoe heet die beste man ook alweer? Help even. Ja, ik weet niet, zijn er zoveel. Ringback, John Spencer. John Spencer. Jay, nou, toevallig heb ik die gezien nog van de week met een oplaadje van Elvis. Ja. Ik zag hem op de TV Oranje nog, en dat is al wel heel veel jaren geleden, ja. Is dat opgenomen natuurlijk. Ja, maar hoe die erbij stond natuurlijk, hè, dat is ook wel leuk natuurlijk. Hè. Ja, maar John Spencer was eigenlijk een beetje de Elvis imitator uit Nederland in klopt die tijd. Ja, maar ook nog. Ik vind het nog. Kreeg je Jack Jersey en ja, niet te vergeten René Schumann nu. René Schumann. Hè, samen met zijn vrouw. Maar toch, als je Bauke hebt en zo. Bauke. Die is zo supergoed. Wat hoor je er eigenlijk van? Dat hij gedraaid wordt op een radio, dan denk ik, dat is toch jammer. Als ik Bauke Elvis hoor zingen, dan krijg ik kippenvel. Ja, want dat zeker. Komt zo verschrikkelijk dicht in de buurt. En dat vind ik zo knap. En, hij heeft trouwens een hele mooie plaat gemaakt van After All. After All. Ja, zeker. After All. If you need me. Ik zal hem eens even erbij halen. Want ik vind hem eigenlijk nog een stukje mooier als het origineel eigenlijk. Helemaal mee eens. Ja, klopt. Helemaal mee eens. Ja, klopt. Ik zal eens even kijken of ik hem snel te pakken krijg. Maar het is toch jammer dat je zoiets niet zo dagelijks op de radio hoort. Nee, dat klopt. Dat... Ja, dus ergens gaat er iets niet helemaal goed, maar... Nee, maar dat is altijd... Kijk, we hadden in de voorbije jaren hadden we radio inter... Had journaal ook nog, hè? Ja. En daar had je dus het Hollandse lied, maar ook een beetje de artiesten die een beetje Engelstalig van de grond proberen te komen, zo maar zeggen. Ja. Nu, als je nu naar Radio NL kijkt, hè, zullen we maar even zeggen, dat is eigenlijk puur en alleen het Hollandse lied eigenlijk. Ja, maar ook altijd standaard, de vaste artiesten. Nou, komt ook niks bij. Nee. Het probleem eigenlijk is, als je kijkt naar dat soort radioprogramma's, tv-programma's, Radio NL, TV Oranje. In de eerste plaats zitten daar mensen tussen waar ik van denk van, joh, stop met zingen. Mijn mening. Nou, maar die plaatjes heb ik hier ook. Het wordt te commercieel. En er wordt niet gekeken naar, hey, kan die zingen? Nee, het levert geld op, dus draai maar. Ja, nou. En vroeger uit die tijd, zoals in de tijd van Jan Rietman, de tijd van Veronica en die programma's, daar werd gewoon muziek gedraaid en het maakte niet uit wat ze draaiden. Het was gewoon leuk om naar zo'n zender te luisteren. Als ik nou Radio 3 opzet, met alle respect voor Edwin Evers en noem ze maar op die dat doen, want het is heel knap werk wat die jongens doen. Ik denk, nee. Nee. Het is te commercieel. En het Nederlandse lied, waar het eigenlijk ook om gaat als ik kijk naar Duitsland, die promoten dat gewoon. Het maakt niet uit of je bekend bent of niet bekend bent. Het is een leuk nummer, het wordt gedraaid. Ja. En dat vind ik jammer in Nederland. Dat mis ik in Nederland. Nu dat we het over Duitsland hebben, heb ik ook gelezen dat jullie een aantal jaar daar actief geweest zijn. Ja. Hebben jullie nog optredens daar? Nee. Of is dat geheel aan de baan? Dat hebben we stopgezet, omdat we hebben 16 jaar Sauerland erop zitten in totaal, waarvan de